Ja, al vanaf februari. Dat is allemaal aangevraagd bij de eerste brief. Alles wordt afgeketst. Alles wordt afgeketst. En ik ben nu heel erg boos. Want als mijn advocaat, nou dan heb ik hem heel hard nodig. Want ik ga morgen gewoon naar die afspraak. En dan word ik heel erg. Ja, nee, ja. Hoe moet ik vreten? Als ik morgen, mag ik nu naar de supermarkt gaan stelen? Ja? En mag ik dan de gemeente de schuld geven? En moet ik eens binnen vier. Het staat altijd binnen 24 uur afbellen. En nu, vanmorgen heb ik nog iemand aan de lijn. Ja, er mag geen pers bij. En ik word binnen een uur afgebeld. Nou, die pers komt gewoon hoor, morgen. Nee, ja, maar wat moet ik dan? Moet ik dan gaan stelen? Zegt u nou wat ik moet doen? Ja? Dat heb ik gezegd, ja. Zo in staat ben ik. Zo in staat ben ik dat ik een brandbom naar binnen gooi. En ik doe het echt. En de reden waarom kan ik je ook vertellen. Dan heb ik tenminste vreten. Ja, ik doe het echt hoor. En dan TBS, kijk me maar na. Jullie zijn toch zo goed in controleren dat ik zo wous ben. Want ik heb al in een gesticht gezeten. Dus dat maakt me niet uit. Maar dan heb ik tenminste te vreten. En een uitkering. Ik ben woest hoor, ik zou jou wel eens willen zien. Als je zoveel maanden, weet je, overal moet bedelen. En dan krijg je weer, ja, je moet voor 12 bellen. Ik ben heel de ochtend aan het bellen. Ik ben bloedlink, dus. En ik ben echt gestoord en ik doe het echt. Dan zullen we het morgen wel zien. Ja, dat moet. Ik heb die afspraak staan, dus die gaat gewoon door. Ik moet geld hebben, want ik moet leven. Ik ben in Nederland hier geboren. Kom nou. Als crimineel word je beter behandeld. Nou, dan ga ik toch crimineel worden. Klaar. Nee, ja, maar ik krijg wel bedreigingen van de gemeente Rijswijk zelf. Of ik even 60.000 euro wil betalen. Nou, dat vind ik ook een bedreiging. En nee, ja, de zaak is afgerond en nou is die niet afgerond. En dan ga je nog een buren waar ik ruzie mee heb, die ga je nog na die zaak lopen overhoren, joh. Wat zijn jullie voor misselijke mensen, echt waar. En als je iets doet, moet je het goed doen. Oké. Oké. Nee, maar met beleefd blijven schiet je ook niks op. Dus ik kom morgen. Ja? Ja, ik moet eten hebben, gewoon. Nou, het probleem is voor mij momenteel al geëscaleerd. Want ik heb niks te vreten. Dus klaar gewoon. Ja, en dat. Ja, inderdaad. En ik ben heel simpel in mijn hoofd. Als ik morgen daar bedreiging, word ik opgepakt, heb ik of onderdak heb ik, maar daar heb ik wat te vreten. Ja, toch? Of niet? Simpel zat. Voor mij momenteel wel, want ik zie geen andere oplossing. Ik wacht al vanaf februari.
Nee hoor, dat doe ik bij mijn volle verstand. En desnoods ook, ja. Het maakt mij niet meer uit. Ik ben hopeloos. Ik weet... Nee, maar joh, ik ben er nog geen... Ik mag het stadhuis niet in. Met Wout gaan jullie afbellen. En dadelijk bellen jullie volgende afspraak weer af. Waar moet ik vreten dan? Vertel mij het even. Dus ik kom morgen gewoon bij jullie in de kantine vreten. Er moet een oplossing komen. Want echt, elke journalist staat achter me. En ze staan te lachen. Wil je een woeste burger zien? Snap je? Want er zijn meer mensen. En dat begreep ik ook niet. Waarom staan die mensen reizen met de auto naar binnen bij het stadhuis? Waarom steken ze de boel in de fik? Waarom steken ze de eigen in de fik? Ik kan het nu begrijpen. En we zullen het wel zien. Dus ik hoop dat er een oplossing komt. Je hebt nog tot morgen de tijd. Nou, leg maar voor. En zo denk ik erover. Met mijn nuchtere verstand. Ik hoop dat ik terug word gebeld. Goedemiddag, bedankt. Ja, oké. Ten ieder geval bedankt voor je hulp. Hoi.